Wanneer hoorde jij van de mogelijkheid om het jaar bij Sparta af te maken? Ik hoorde het al, ja. Ja, ik kreeg al een tijdje terug te horen dat ik mocht verhuren, zeg maar. Eigenlijk begin van het seizoen mocht ik al eigenlijk verhuren. Maar ik had mezelf nog gezegd van gewoon zorgen dat ik gewoon nog misschien de basisplaats bij AZ kon halen. Ja, en heb ik niet echt kunnen afdwingen, maar ja, zo is het voetbal nou eenmaal. En ja, nu heb ik weer de kans om nu mezelf te laten zien. En wanneer hoorde je dan precies dat Sparta een van de clubs was waar je naartoe kon gaan? Ja, eigenlijk een paar dagen terug eigenlijk al. Misschien 2 weken terug, denk ik. Ook nog eerder zelfs. En ja, ik denk dat dit een mooie stap voor mij is om me weer te laten zien in de voetbalwereld. En ik heb er natuurlijk hartstikke veel zin in. En er waren meer clubs in je geïnteresseerd? Vanwaar de keuze om dan naar Sparta te komen? Ja, er waren nog een paar clubs geïnteresseerd. Maar ik heb eerder al een goede band met Dick Advocaat gehad. En ja, mijn gevoel was gewoon eigenlijk direct al goed. En ja, daarom. Met Dick Advocaat heb je eerder al gewerkt bij AZ. Hoe is hij voor trainer? Ja, ik vind hem een toffe mannetje. Hij staat altijd zijn woord gewoon klaar en is gewoon altijd straight. En ja, mijn gevoel zegt gewoon dat het gewoon echt goed bij hem zit. Vandaar deze keuze. Met Red Grim heb je ook gewerkt bij Jong Oranje. Hoe is je ervaring met hem? Ja, zeker. Ik ken Fred ken ik al veel langer eigenlijk. Want die ken ik ook sinds gewoon de jeugd. En hij had me ook voor het eerst opgeroepen voor Jong Nederland. En sindsdien is die contact best wel goed. En heb je nog doelstellingen voor de komende maanden? Voor de komende maanden, ja. Ik hoop dat ik gewoon mijn voeten weer ga laten spreken. Zoals 2 jaar geleden. Met natuurlijk assisten en goals natuurlijk weer. En zo wil ik weer verder kijken.